Hoi allemaal! Vandaag heb ik weer een update van hoe het met me is nu na de zwangerschap. Ik ben inmiddels 7 weken geleden bevallen. Niels is vandaag 7 weken oud. Ik wilde weer even delen hoe het met me gaat. En zoals altijd heb ik weer geen papiertje of iets met wat ik allemaal wil zeggen. Dus het wordt weer mooi geratel en onsamenhangend. Ik ben vorige week bij de gynaecoloog en bij de verloskundige geweest om te kijken hoe we er nu aan toe zijn, lichamelijk. Als eerst was ik bij de gynaecoloog en dat is dus in het ziekenhuis en dat heeft ermee te maken dat ik uiteindelijk medisch ben geworden. Dus ik ben niet, ik had niet thuis kunnen bevallen, zeg maar, en was ik ook niet van plan. Maar ik ben in het ziekenhuis, als je mijn hele bevalverhaal ziet, zal ik hier wel even ergens linken. Maar ik ben uiteindelijk van het normale gedeelte van het ziekenhuis naar het, zeg maar, het medische gedeelte van het ziekenhuis gegaan. Dus van verloskunde naar gynaecologie. En als je dat hebt, dan word je ook automatisch, krijg je daarna een controle nog van de gynaecoloog. Dus daar was ik. Ik ben niet bij degene die bij mijn bevalling is geweest, maar bij iemand die gespecialiseerd is ook op het gebied van bekkenbodem en dat soort dingen. Dat leek me wel handig. Ook omdat ik weet dat ik voor de zwangerschap ook al wel wat bekkenbodemdingen had. Dus ik ben erheen gegaan en eigenlijk wat ze dan doen is gaan kijken of alles er, niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Omdat ik dus een totaalruptuur had, gaan ze kijken of alles er nog goed uitziet. Dat vond ik best wel spannend, want dat betekent dat ze met een eendebek in je gaan. En de meeste van jullie zullen een eendebek wel kennen. Normaal niet zo'n probleem, maar dat is best wel spannend als dat voor het eerst weer iets in je gaat nadat er een baby uit is gekomen, zeg maar. Dus dat vond ik best wel een dingetje. Daar had ik helemaal niet over nagedacht, maar dat zou komen. Dus toen zij ineens dat ding tevoorschijn trok, toen dacht ik echt, oké. Dus ik zei, nou mevrouw, ik vind het wel een beetje spannend. Ze zei, nou, dat is heel logisch. Maar uiteindelijk echt niks om me zorgen over te maken, want er is net een kind uitgekomen. Dus zo'n eendebek is echt dan ineens helemaal niks meer. Dus dat is wel grappig. Maar uiteindelijk zag alles er prachtig uit. Dus alles is gewoon goed genezen. En ik had nog een klein stukje hechting openstaan. En daar raden ze aan om pseudocrème op te smeren. Omdat dat uitdroogt. Dus dat is wat je ook wel als babysbillen doet. Wij doen dat dan niet op Niels' billen. Maar dat kan je erop smeren. Maar dat droogt dus ook uit. Zodat dat wondje mooi dicht zou gaan. En dat heb ik nu een paar dagen gedaan. En nu is het helemaal dicht. Verder was het gewoon allemaal goed genezen. Maar ik merk zelf wel dat mijn bekkenbodemspieren nog niet helemaal goed zijn. En dat merk ik bijvoorbeeld bij niezen. Dan moet ze naar binnen trekken en bij mij gaan ze dan naar buiten. Daar kan je urineverlies van krijgen. Ik heb dat niet. Maar goed, ik wil wel dat het goed functioneert. Dus ze zei ook van, het is gewoon sowieso verstandig, ook gezien de heftigheid van de bevalling, om gewoon naar een bekkenbodemfysiotherapeut te gaan. Dus dat ga ik doen. Oh, als je Niels hoort, er is iemand bij hem. Komt helemaal goed, maar hij heeft een beetje krampjes. En anders moet ik zo eerst even gaan voeden. Maar het is op zich nog geen tijd. Hij was stil. Ik dacht, ik kan filmen. Goed. Dus ik ga nog naar een bekkenbodemfysio. Om ervoor te zorgen dat dat ook alweer goed functioneert. Verder vroeg ik of ik ook gewoon weer normaal kan bevallen. Ik had gelezen dat je na een totaalruptuur in principe gewoon weer normaal kunt bevallen. De kans op totaalruptuur is bij de eerste bevalling 3%. En als je het dus al hebt gehad, dan is het daarna 5%. Dus een hele kleine kans. Maar die wordt iets groter als je al een keer een totaalruptuur hebt gehad. Ze zei, geen enkel probleem. Maar ze gaan op een gegeven moment wel tijdens de zwangerschap kijken hoe de boel erbij ligt. En als het niet goed is, dan krijg je alsnog een geplande keizersnee. Maar voor nu ziet het er allemaal prima uit. Dus dat was mooi. Vervolgens ging ik naar de verloskundige. En die hoeft dus eigenlijk niet meer naar beneden te kijken. Omdat het allemaal al bekeken was. Dus wat zij vooral heeft gedaan is kijken of mijn buikspieren weer bij elkaar zaten. Nou, die zaten bijna helemaal bij elkaar. Dus wat ik nu wil doen is zaterdag weer voor het eerst gaan sporten. En ik ga naar een speciaal... ik ga in mijn sportschool hebben ze een speciaal zwangerschapsprogrammaatje. Maar dat kan je dus ook doen als je net bevallen bent. Dus veel meiden die zwanger waren, die komen daarna ook terug als ze net bevallen zijn. En dan checkt de docent ook nog een keer of je buikspieren al goed zitten. Als je buikspieren ook nog niet bij elkaar zitten, mag je nog niet sporten. En dan mag je je buikspieren ook nog niet aanspannen. Nou, nu zei ze, begin maar met je schuine buikspieren. En dan kan je langzaam gaan opbouwen naar je rechten. Dus nou, dat ga ik zaterdag weer voor het eerst proberen. Sporten. Ik heb er nog niet heel veel zin in. Maar goed. Dus dat voor wat betreft de controles. Verder voel ik me eigenlijk prima. Wat ik voorheen nog had bij het lopen. Nog een zwaar gevoel in mijn bekken. Dat is eigenlijk, gaat het allemaal steeds beter. Ik denk dat ik even moet gaan helpen. En dan ben ik zo weer terug. Oké, hij is gevoed en wordt nu voorgelezen. Dus we kunnen door. Waar was ik gebleven? Ik heb echt geen idee meer waar ik was gebleven. Volgens mij heb ik het over sporten gehad. Ik weet niet meer waar ik gebleven was. Ik ga gewoon weer iets vertellen. Nou, lichamelijk gaat het dus steeds beter. Ik heb eigenlijk weinig echt zeg maar fysieke klachten nog. Ik merk gewoon dat ik natuurlijk nog niet helemaal de oude ben op mijn kracht. En als ik echt heel lang loop voel ik het nog wel dat het wat zwaar wordt beneden. Maar eigenlijk valt het allemaal, eigenlijk is het allemaal zo goed als weg. Dus nou, wat vorige keer ook al zei, achteraf gezien heb ik het allemaal aangekund. En is het ook allemaal niet zo heel dramatisch. Dus een totaalruptuur wens ik gewoon niemand toe. Maar achteraf gezien is het ook weer niet zo erg als ik dacht. Verder, wat ik de laatste tijd waar ik het meest last van heb, is dat het is zeg maar gewoon fysiek dat het best wel zwaar is. Ik bedoel, Niels is nu ruim 5 kilo. En ja, hij heeft heel erg veel last van krampjes. Echt ontzettend zielig. Maar dat houdt in dat hij eigenlijk alleen maar... Hey. Dat hij eigenlijk alleen maar rustig is als hij bij ons is. En natuurlijk heeft hij ook wel eens momenten dat het gewoon wat beter gaat. En dat hij... hij heeft ontzettend veel last van krampjes. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat het dus voor mij zwaar maakt is dat ik dus heel veel met hem rond moet lopen. Om te laten boeren moet ik heel veel deze beweging maken. Dus voel ik heel erg hier. En ik voed hem natuurlijk nog steeds continu borstvoeding. Dus ja, eigenlijk... de schouders en de armen en gewoon mijn rug. Daar heb ik best wel last van. Kom je ook op de camera? Ga maar lekker zitten. Ga maar hier zitten. Of daar. Dus daar heb ik best wel last van. Ook omdat er geen dag bij zit dat je dat natuurlijk niet doet. Dus je bent continu. En het is ook niet dat je heel erg ergonomisch verantwoord de hele tijd tilt. Want je, bijvoorbeeld als ik hem laat hikken, dan zet ik hem op mijn been en dan draai ik een slag. En dan zit ik zo, zeg maar. Ik ga maar hikken, ik ga maar hikken. Of zo. Dus het zijn nooit echt hele... En zeker als je je buikspieren nog niet mocht aanspannen. Want dat mocht ik natuurlijk eerder nog niet. Dus ja, dat merk ik wel. En dan zet ik hem weer zo. En nou goed, je snapt het. En als ik voed, zeg maar, zegt je schouders naar beneden. Maar ik zit toch vaak zo. Omdat dan gewoon, anders krijg ik hem niet op de goede plek, zeg maar. En, ja, zo'n voedingskussen, ik voedde voorheen 8 keer per dag. Nou, ik ben op een gegeven moment opgehouden met het kussen. Ik geef nog steeds alleen maar borstvoeding. Dat doe ik nu, ben ik teruggegaan naar 6 keer per 24 uur. Want eerst deed ik 8 keer. Nou, dat vond ik wel heel pittig. Dus we proberen nu om 7 uur, om 11 uur, om 3 uur, 7 uur, 3 uur, 11 uur. Wat zeg ik? 7 uur, 11 uur, 3 uur, 7 uur, 11 uur, 3 uur. Dus 7 uur 's ochtends, 11 uur 's ochtends, 3 uur 's middags, 7 uur 's avonds, 11 uur 's avonds. En dan weer 3 uur 's nachts, 7 uur 's ochtends. Ik zet voor 's nachts geen wekker. Dat houdt in dat hij de ene keer om 3 uur komt, de andere keer om 5 uur. En daar ben ik nog wel een beetje mee aan het worstelen. Van als hij dan om 5 uur, zoals vannacht was hij om 5 uur. Ga ik hem dan wakker maken voor die van 7 uur? Of... laat ik hem slapen tot het moment dat hij zelf wakker wordt. Dus dat vind ik wel lastig. Mochten jullie daar tips over hebben, laat ze vooral hieronder weten in de comments. Want ik weet het niet zo goed. Aan de ene kant wil ik heel graag aan het schema houden. Aan de andere kant is natuurlijk alle slaap is mooi meegenomen. Mitz weet niet goed wat ze wil. Ik zit op haar stoel. Dit is een stoel in Niels zijn kamer. Maar wat Mitz een beetje heeft toegeëigend. Misschien heel leuk om even wat over Mitz en Niels te vertellen. Want... we hebben een Feliway in stopcontact zitten. Dat is een spray met, zeg maar, hormonen waardoor katten rustiger kunnen worden. Helpt niet bij alle katten. Bij Mitz werkt het wel. Bij haar hebben we hem erin gedaan vlak voordat ik naar het ziekenhuis ging om te bevallen. Dus toen we thuis kwamen, toen was ze eigenlijk best wel rustig. Mitz is namelijk best wel een angstige kat. Niet met ons, maar wel zeg maar met anderen. En zeker met harde geluiden en zo. Dus we dachten, ja, zo'n baby. Misschien ook wel goed. Babygehuil klinkt voor katten als een krosse kat. Dus dat is ook een beetje lastig voor haar. Ik moet zeggen, nu 7 weken verder. Toen was mijn SD-kaart vol. Gaat lekker hoor. Ik moet zeggen dat het nu 7 weken verder het echt al een stuk rustiger is. We hebben ze aan het begin erg uit elkaar gehouden. Omdat je natuurlijk niet weet hoe zij op hem reageert. Maar inmiddels weten we dat ze banger voor hem is dan dat ze hem iets aan zal doen, zeg maar. Dus ze snuffelt wel af en toe aan hem en af en toe komt ze even kijken. Maar eigenlijk zit ze vooral hier op deze stoel dus. En dat vindt ze prima. En we proberen wel heel erg ook met haar te blijven spelen en haar ook aandacht te geven. Wat ik soms wel heel lastig vind, als ik alleen thuis ben met Niels, dan heb ik bijvoorbeeld net Mitz op schoot en dan begint hij te huilen. Ja, en dan moet ik helaas zeg maar Mitz weer natuurlijk van me weg doen en dan Niels gaan troosten. Dus dat vind ik toch wel heel lastig. En ook voor spelen, ja, als Niels heel veel huilt, dan heb je gewoon niet heel veel kracht nog om daarnaast nog te gaan spelen. Dus dat vind ik nog wel een beetje zoeken. Wat ik zei van borstvoeding, dat vind ik fysiek zwaar, maar ik had op een gegeven moment ook mentaal wat moeite mee. En nou is het natuurlijk ook gewoon logisch, op een gegeven moment dan is de blauwe wolk, zeg maar, de roze wolk, de blauwe wolk, is een beetje weg. Sven was weer aan het werk en dan zit je dus alleen thuis. En Niels heeft ontzettend veel kramp en hij huilt dus heel veel als hij pijn heeft. Dus sommige dagen dan is het wat heel erg mee en andere dagen is het heel erg. En dan moet je continu voeden. Je hebt zeg maar, ik voed dan dus 8 keer per dag. Dus dat houdt in dat je voedt. Meestal ben je ongeveer een uur bezig met de voeding. En dan heb je dus 2 uur niks en dan heb je weer een voeding. Ja, en dat is wel vrij veel. En dan is het ook nog zo dat hij dus zo'n krampje heeft. Feitelijk kwam het meer dat ongeveer een uurtje overleef waarin ik misschien iets zou kunnen doen. En op een gegeven moment merkte ik dat het zo lastig werd, zeg maar mentaal, maar ik heb echt nul moment meer voor mezelf. Als ik ga douchen, gaat hij mee de badkamer in. Als ik naar de wc ga, gaat hij mee de wc in, zeg maar. Zo. En normaal gesproken is dat prima, maar er komt een punt dat je het gewoon even niet meer kan handelen. Dat had ik in ieder geval. Maar goed, inmiddels heeft mijn moeder een dag opgepast dat ik gewoon even kon gaan shoppen. Even een momentje voor mezelf had. En dat heeft me gewoon heel veel goed gedaan. Inmiddels zijn we ook van 8 naar 6 voedingen gegaan. En ook dat heeft me heel veel goed gedaan. Want dan heb je ze eigenlijk 4 uur tussen voedingen. Dus eigenlijk, 3 uur. Nou zit het altijd net even wat anders in elkaar. Dus het zegt dat je 2,5 uur ertussen hebt, waarin je natuurlijk nog heel veel met hem ook bezig bent. Juist ook omdat hij zoveel krampjes heeft en zo, maar dan heb je toch net iets meer ruimte voor jezelf en je bent ook iets minder voor je gevoel een melkkoe. Maar goed, dus ik heb mentaal heb even een dipje gehad en het heeft een paar dagen geduurd. Ben ik ook niet van mezelf gewend. Ik ben helemaal niet iemand die snel in dipjes zit. Maar het was gewoon een combinatie van zowel mentaal als fysiek gewoon even helemaal op zijn. Dan de krampjes. Hij heeft dus ontzettend veel last van krampjes. Het is gewoon heel veel lucht wat bij hem dwars zit. Nou hebben Sven en ik ook allebei niet de makkelijkste darmen. Dus ik denk dat het ook niet helpt. Ze zeggen dat de piek rond 6 weken is. En dat het daarna... het kan rond 6 weken over zijn. Of het kan tot 4 maanden duren. Of iets ertussenin. Hij is nu 7 weken en hij heeft er heel veel last van nog, dus het gaat nog niet over. We hebben de hele tijd Sina Baby geprobeerd van VSM. Ik heb het idee dat het wel iets doet, maar omdat het nu nog steeds wel behoorlijk heftig aanhoudt, heb ik nu net Invacool aangeschaft. Ik heb nu net bij de eerste voeding het gedaan, maar ik heb dus geen idee of dat gaat helpen. Liever gebruiken we niks, maar hij heeft echt zoveel last. Het is zo zielig, want je ziet hem helemaal, het begint zo. En dan begint hij keihard te krijsen. En dan zie je hem gewoon helemaal spartelen met zijn voetjes en helemaal zijn vuistjes. Zo, dan gaat echt zo iets vastpakken van, ik heb zo'n pijn. Zo zielig. Dat probeer ik me dan ook wel voor te houden. Van oké, hij heeft gewoon heel veel pijn. En Sven zegt ook altijd dat hij het zo knap vindt dat ik zo rustig kan blijven en zo lief tegen hem kan blijven doen. Ik zeg ook ja, maar hij kan er ook niets aan doen. Hij heeft gewoon heel veel pijn. Op een gegeven moment word je natuurlijk licht gestoord. Maar ja, dat moet je niet op hem afreageren, want hij kan er niks aan doen. Verder gaat het super goed met hem. Hij groeit als kool. Hij maakt veel meer contact. Hij lacht naar je. Hij ziet je echt. En nu is mijn vader hier en die zegt ook, hij volgt jou echt met je. Hij houdt zo in de gaten waar jij bent. En ja, hij brabbelt een beetje. Daar zit hij een beetje, weet je wel, een beetje kletserig. En het is gewoon super schattig. Het is echt een toppertje. Ja, als hij geen krampjes zou hebben, zou het echt een wereldbaby zijn. Maar ja, die krampjes, dat is gewoon heel naar. Vooral voor hem, maar ook voor ons. Omdat het gewoon, dat huilen best wel zwaar is. Wat ik altijd doe, als hij krampjes heeft, is ik leg hem op mijn borst neer. Met zijn rugje, zeg maar zo. En dan zijn buikje dus naar mij toe. En dan zit hij in een soort van, ja, een soort foetushouding. En dan hou ik hem zo vast. En soms dan schud ik nog een beetje met zijn billen. Maar over het algemeen, als ik hem gewoon zo op mijn borst leg, dan wordt hij rustig en valt hij in slaap. Dus misschien een tip voor anderen die er ook heel veel last, een kindje hebben met heel veel last van krampjes. Misschien moet je dat een keer proberen. Het helpt mij in ieder geval heel erg. Het houdt wel in dat je geen kant op kan. We hebben ook een draagdoek waar ik hem dan soms in doe. Meestal ga ik gewoon maar op de bank liggen en dan is het ook maar zoals het is. En dan ga ik een serie kijken. Ik kijk Pretty Little Liars. En sommige dagen zie ik geen enkele aflevering. En andere zie ik er 3 achter elkaar. Omdat ik gewoon alleen maar aan het troosten ben. Dus nou ja. Dus dat. Dat is eigenlijk een beetje hoe het gaat. Even kijken. Misschien nog even mijn buik laten zien. Ik pas eigenlijk al mijn oude kleren weer. Ongelooflijk. Ik ben nog niet, ik ben trouwens eigenlijk ook alweer redelijk op mijn oude gewicht. Ik weet niet precies wat mijn oude gewicht was, maar om en nabij zit ik daar wel weer op. Alleen het is natuurlijk allemaal nog een beetje flubberig. En mijn buik is gewoon, ik doe geen strakke shirtjes aan nu, dus dat dan weer niet. Maar ik pas wel gewoon alles. Dus ik zal het nog even laten zien. Dan zie je ook hoe Mitz nu achter mij ligt. Zo. Lekker hè, Mittens? Dit is met kleding aan. Dan doe ik even mijn shirt omhoog. En dit is mijn buik nu. En je ziet nog steeds die streep. En mijn navel zit nog niet helemaal goed. Maar dat kan dus tot 9 maanden duren. Verder is het dus volgens mij niet heel veel veranderd ten opzichte van vorige keer. Ik denk dat het nog iets geslonken is. Maar ja, dat gaat allemaal niet zo snel. Voorzichtig bij Mittens. Dus dat was het weer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het nog een soort van logisch aan elkaar te plakken is. Want ik weet dus niet meer precies wat ik allemaal heb gezegd voordat ik moest gaan voelen. En dan denk ik dus, oh dit onthoud ik wel. Maar mijn geheugen, laat maar zitten. Ik ben ongetwijfeld weer van alles vergeten. Mocht je vragen hebben, stel ze vooral. Ik beantwoord ze met liefde. En anders neem ik ze mee in een volgend filmpje. Mocht ik nog andere verzoekjes hebben, laat ze ook vooral eventjes weten. En vooral ook als je tips hebt tegen krampjes, please let me know. Als je tips hebt ook voor anderen, laat ze hieronder weten. Want daar heeft iedereen wat aan. En nou ja, wederom super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! 2 aparte zakjes. En die kun je er ook afhalen. Eentje, daar heb ik altijd een speentje in zitten.